Na een theatrale opening sprak Philips topman Frans van Houten dinsdagochtend in het Eindhovense Evelon tijdens de Philips Innovation Experience. De multinational liet aan de wereldwijd verzamelde pers zien met welke innovaties het bezig is. EDTV sprak de CEO na afloop. Dat was een hele gelikte show hier. Nou, daar ben ik blij om. Innovatie voor Philips is van levensbelang. Maar je moet het natuurlijk wel over de bühne krijgen. Dus ik vind het heel belangrijk om erover te praten, om mensen te inspireren. Philips kan vreselijk veel en ik denk dat we die kansen moeten pakken. Er zijn heel veel innovaties te zien hier. Wat is voor u nou persoonlijk een van de meest in het oog springende? Ik heb zelf vanochtend ook een paar demo's gekregen door onze mensen. Ik vond een van de meest indrukwekkende demonstraties hoe je met ultrasound geluid kanker kunt bestrijden in het lichaam. Dat werd heel goed aangetoond op een stuk vlees, op een steek. Je zag precies waar de behandeling werkte en hoe dat in de praktijk kan doorgaan. Philips Benelux-directeur Harry Hendricks is eveneens trots op de innovatieve kracht van het bedrijf. En als ik zie dat wij natuurlijk hartkleppen kunnen plaatsen via de lease, dat je in de vorm van kankerbestrijding het een en ander aan het ontwikkelen bent, dat je iets toe kunt voegen aan de kwaliteit van leven, dat vind ik toch wel buitengewoon bijzonder. Philips is een beetje aan het veranderen qua gezicht, heb ik het idee. Klopt dat? Ja, dat klopt. Philips concentreert zich meer en meer op gezondheidszorg en gezonde levensstijl. Twee derde van Philips is al in de professionele markten, zoals ziekenhuizen, professionele verlichting, energiezuinige verlichting. We zien daar hele goede kansen voor de toekomst. Ik heb u vanochtend tijdens de speech een aantal keren horen refereren aan Eindhoven en dat het toch hier echt wel de slimste regio van de wereld is. Philips draagt er natuurlijk zijn steentje aan bij. Maar wordt het ook niet eens tijd dat u met uw zetel terugkomt naar Eindhoven? Ik ben zeker trots om Eindhovenaar te zijn. Maar het hoofdkantoor zit goed in Amsterdam. Dat is ook heel handig met internationale reizen. Maar zeker vindt Philips het erg belangrijk om onze research and development voor een groot deel in Eindhoven te hebben. Lees dinsdag een uitgebreid interview met Frans van Houten in het ED. Op EDTV vindt u de komende dagen losse video's van een aantal van de nieuwe Philips-vindingen.